U kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Flinke verschillen in ons land, want in het noordoosten brak de zon wel af en toe door. Maar in het zuidwesten was het meestal zwaar bewolkt. Uit die bewolking viel af en toe wat regen en dat is vanavond ook nog het geval. Het meest in het zuiden van het land, misschien een druppeltje in het midden. In het noorden blijft het droog en daar zien we de opklaring ook. 5 tot 7 graden de temperatuur. Vannacht daalt het kwik in het noorden, noordoosten vooral, tot rond of net iets onder het vriespunt. In het zuiden blijft het bij 4 of 5 graden en daar valt ook nog steeds van tijd tot tijd wat regen, terwijl we opklaring in het noorden hebben. Morgenochtend trekt de regen geleidelijk weg, dan klaart het ook in het zuiden op en gaat de zon flink schijnen: 8 tot 10 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit het noordoosten. Voor de zondag hebben we een noordelijke wind met zonnige perioden. Op de meeste plaatsen blijft het droog, net als maandag. En dan hebben we op beide dagen 8 tot 10 graden. Misschien dat het maandag in het zuidwesten wat warmer wordt, een graad of 12. In de loop van dinsdag zien we die temperatuur op het meer plaatsen terug. En ook dan is het overwegend droog. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl